Hi allemaal. Het is 10:50 en dat betekent etenstijd. Dus hier gezellig met z'n allen. Aangezien het nog steeds tentamenperiode is, eet er vandaag ook een studiegenoot van mij mee, die ook vast en ook een goede vriend van ons is. We zijn samen aan het leren en goed, nu natuurlijk pauze om te eten. Verder zijn het nu de laatste, of al een tijdje, maar zijn het in ieder geval de laatste 10 dagen van de Ramadan. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dagen. In een van de oneven nachten is namelijk de Koran begonnen met geopenbaard te worden. Dus dat is de allerbelangrijkste nacht. Zoals ik al zei, valt in een van de oneven nachten van de laatste 10 dagen. Dus het is eigenlijk in die nachten vooral veel naar de moskee, veel bidden. Dus dat is nu een beetje lastig met tentamens. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk te combineren in ieder geval. En aanstaande vrijdag ben ik in ieder geval even klaar. Dus dan kan ik me rustig gaan richten op het suikerfeest van volgende week, dinsdag of woensdag. Dus dit weekend ga ik lekker knutselen om voor de kinderen cadeautjes te maken. De neefjes en nichtjes in mijn schoonfamilie en zo. En er zitten leuke tijden aan te komen. Ik ga even verder eten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.